We doen natuurlijk regelmatig 5 versus 5 minigames en vandaag is dat niet anders. Want ik kwam een hele leuke comment tegen, namelijk van Muhammad. Ik hoop dat ik je naam goed heb uitgesproken, maar in ieder geval, hij had echt een goede comment. Ik heb een idee, doe een minigame met jongste tegen oudste knoks in Brawl Stars. Like zodat Joran het ziet. En die comment had echt mega veel likes en ik dacht, hey, dat is best wel een leuk idee. Ik heb een keer een video gemaakt met knoks die het langs waren in Brawl Stars en het nieuws waren zeg maar in Brawl Stars. Maar dat is een andere soort minigame. Game. Vandaag doen we dus de jongste knoks qua leeftijd tegen de oudste knoks qua leeftijd. Ik zal de knoks even opnoemen die ik heb uitgekozen. Als jonge knoks hebben we Bee, Sandy, Lou en Leon. Dat zijn de jonge knokkers die ik heb uitgekozen. En oude knokkers Gil, Byron, Dynamite en Frank. Dat zijn echt oude knokkers. Qua jonge knokkers vond ik het erg lastig. Bee is duidelijk jong, maar Leon is ook wel jong. Maar het is een beetje lastig om nou in te schatten welke knokker nou echt het jongste is. Maar dat zijn de 4 knokkers die ik ook als jongste knokkers heb gekozen. Maar in ieder geval, ik ben super benieuwd wie gaat winnen. Ik denk de jonge knokkers, omdat Bee erg goed is en Leon ook. Maar misschien dat oude knokkers ook gaan winnen, want Will Byron en Gil zijn ook supergoed. We gaan erachter komen. Als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou geweldig zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je een goed idee hebben voor een volgende 5 vs 5 video, laat het weten in de comments. En gebruik natuurlijk de code BOOS in de Brawl Stars Shop. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. Ik ben in principe ready. De rest is ook ready. En wat ook nice is, is dat ik trouwens 3 nieuwe maps heb gemaakt. Dus het zijn allemaal weer nieuwe maps die ik heb gemaakt. Ze zijn persoonlijk, vind ik, erg goed gelukt. En ik denk dat trouwens alle jonge knokkers Bee zijn. Zijn we nou met... We zijn met z'n allen Bee? Of... Ja, oh nee, er is 1 Leon. Oké, zometeen ga ik ook nog even een andere knokker kiezen. Ik wissel de hele tijd door qua knokkers. Maar we hebben nu heel veel Bee. Maar ik vind de maps die ik heb gemaakt persoonlijk best wel heel nice. Het was even wat werk om al die maps weer te maken. Maar ja, dan heb je wel weer leuke nieuwe maps. En dat vind ik wel iets leuker. Yay, dikke smiley. Ah, kan je deze? Ja, die kan ik wel pakken. Er komt nu een Gil aan. Je kan er ook tussendoor schieten. Ik heb het expres zo gemaakt. Want anders kan je daar achter het muurtje blijven zitten. En dan kan je daar de hele tijd blijven schuilen. Maar dat doet hij nu nog. En nu kan hij alsnog blijven schuilen. Daar was ook nog iemand, zag ik. Er is inderdaad, Patatje zit daar zo. Het is wel een beetje lastig spelen, dus gaat Patatje hem nu pakken? Oeh, hij heeft nu zijn super shot. Eigenlijk moet hij die bewaren, met de hoop dat hij dan zometeen die keer kan gebruiken. Daar is nog een Leon. We kunnen deze eventueel openen. Ja, inderdaad, specs daar. Oeh, daar moet ik even uitkijken. Ik heb wel mijn super shot. Oeh, TTL Games moest uitkijken, dan had hij mij bijna gekild. Oké, dit gaat goed, dit gaat goed. Ik ben benieuwd hoe we er nu eigenlijk voor staan. Want er zijn 2 dood, maar ik heb niet echt bijgehouden of ze van mijn team zijn of niet. Ik zie dat we hier in ieder geval nog met 4 zijn. Ik ga eventjes naar boven. Dan ga ik hier in Luca even helpen. En hopelijk kan ik ze dan verrassen hier eventueel. Stel die Gil die komt hier om het hoekje. Ja. Oh, dit was niet slim. Oeps. Oeps, dat was een auto 1. Dat had ik beter niet kunnen doen. Moet even uitkijken voor Patatje. Maar die doet nu wel heel gevaarlijk. We gaan nu naar die... Oeh, ja, dat was eentje. Helaas gaat hij nu dood, maar Patatje kan ik nu wel hebben. Ja, toch? En, oh, nu moet ik uitkijken hier zo. Ik kan hier even mijn gadget neerzetten ook. En, oké, dan moeten we hier weer even weg. Dan, ja, we hebben gewonnen. Nee. Oh, nee, hoor, er was nog een Dino. No! Oh, maar we hebben alsnog gewonnen. Oh, die Dino, die had ik helemaal niet door, joh. Die had echt super lang lopen schuilen. Maar de jonge knokkers hebben de eerste map gewonnen. Maar we hebben natuurlijk allemaal meer maps. Dit is een andere map. En deze is ook heel nice. Hier ben je gewoon minder goed als Bee. En ben je beter met Dynamite, dan heeft Oud natuurlijk ook meer kansen. Dus ik wissel de hele tijd door qua knokkers en qua maps, waardoor het zeg maar heel gevarieerd is. Dat is wel nice. Welke knokker zou ik nu kiezen? Ik kan kiezen tussen Bee, Sandy, Lou of Leon. Ik ga nu wel Lou wezen. Ik wil gewoon even een knokker zijn die verder nog niemand is geweest. Dan moet ik Lou even opzoeken. Oké, let's go, volgende game. Oh, deze vind ik wel echt heel nice, deze map die ik heb gemaakt. Het is een groot rondje dus. En ja, hij ziet er gewoon heel baas uit. Volgens mij zijn de meesten nog steeds Bee bij ons. Ik zie nog 1 andere Lou. Oké, dat is wel leuk. Maar er zijn dus 3 Bees en 2 Lou's. En het volgende potje ga ik dan eventjes met Sandy wezen. Want niemand is nog verder Sandy geweest. Dat is ook wel eventjes leuk. Eventjes met andere knokkers. Ondertussen is er al een Leon van ons dood. Dus dat is een beetje balen. Ja, Dynamite is echt supergoed hier zo. 100%. Dus daar moeten we echt heel erg vooruit kijken. En daarom heb ik dus verschillende maps gemaakt. Oh, ik heb even een shield. Oeh.
Oh shit, ik ga nu de... Oh, Dynamite is echt veel te OP hier zo. Check dit dan. Wij en die B's zijn natuurlijk hele goede knokkers, maar in deze map hebben ze totaal geen schijfkans. Dynamite is veel te goed. Oké, okay, oude knokkers. Easy gewonnen, easy. Oké, maar we hebben nog een map. En dat is weer een map waar Jong ook weer wat meer kansen heeft. Dit is gewoon een pure afstand map. En ja, hierin heb je dus wat meer kans om te winnen. Maar trouwens, ik was nog vergeten te zeggen. Mag je natuurlijk Bouwsami kleding willen kopen? Kan natuurlijk. Dat kan op www.bouws.org.nl. Oh nee, niet .nl. .org gewoon. Dat is momenteel tijdelijk. Informatie staat in de beschrijving. In ieder geval, kleding is natuurlijk nog steeds te koop. Maar we gaan gewoon lekker even dit potje spelen. En als wij dit winnen, dit potje hebben wij als Jong gewonnen. Want we doen in totaal 3 potjes met Jong. En daarna wisselen we om. En dan doen we 3 potjes met Oud. Here we go! Ik ben benieuwd wie mijn teammates allemaal zijn. Ik denk voornamelijk B. Ja, daarom ben ik dus nu voor Sandy gegaan. Huh? Een Jesse? Dat was officieel niet de bedoeling. Is op zich ook een jonge knokker. Maar ik had expres geen Jesse gedaan. Omdat hij de hele tijd teamgenoten heeft. Kijk, dan gaat hij de hele tijd op teammates hitten. En dat is wel een nadeel. Maar ja, is die anders? Jesse is in principe wel een jonge knokker. Maar inderdaad, kijk, hier hit hij mij al een keertje. Doe dat niet. Ga mij niet hitten. Het is irritant. Yo, bro. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, okay, maar we hebben al 1 kill, dus dat scheelt. Maar het nadeel van Jesse is dat hij dus de hele tijd hits doet bij meerdere tegenstanders. Ik had er wel over nagedacht om Jesse toe te voegen als jonge knokker. Want het is wel een jonge knokker. Maar dit is puur de reden waarom ik uiteindelijk niet voor heb gekozen. Maar hij is toch gekozen. Ja. Oké, okay, we maken het dus gewoon af. Laat Jesse maar mooi zijn gang gaan. Maar kijk, hij doet hier inderdaad weer meerdere hits. En als hij zijn super neerzet, dat is heel vervelend. Helemaal. Bro, oh, dit is trouwens wel een goed idee. Dat is wel slim. Dat is wel slim. Maar kijk, dit is dus het nadeel. Omdat hij dus damage hier zo doet. En ja, dat is een beetje vervelend. Oké, oeh, die gadget van B is ook wel geniaal, man. Om hem zo te gooien. Dat is wel het leuke van die jumps. Ik moet even uitkijken hier. En dan gaan we zo meteen misschien even in de aanval. Ik ga eventjes hierboven langs. En dan ga ik eventjes vanaf achteren hier zo. En dan probeer ik ze hier te killen. Ja, daar was er eentje. Oké, nice. Ik zal hier even mijn gadget aanzetten. En dan heb ik weer full HP. Oké, dit is chill. En dan kunnen we misschien die patatje rushen. Oké, dat gaan we toch maar niet doen. Maar dat ging best goed. Ik vind dat Sandy op zich tot nu toe nog best wel prima speelt. Rensboy heeft ook nog een kill gemaakt. Dus dat is ook nice. En nu kunnen we patatje killen, denk ik. Ja, inderdaad. En dan kunnen we hier even mijn super neerzetten. En die heb ik ook nog. Uiteindelijk ben ik zelf dood gegaan. Maar ik heb bijna alle kills gemaakt. Dus dat vind ik wel nice. Maar ik zou even zeggen dat Jesse niet de bedoeling is. Oké, daar gaan we dan. Ik ben een oude knokker. De rest... Ja, niet iedereen is verder een jonge knokker. Maar we hebben dus 5 versus 5 als het goed is. Ik heb het idee van wel. Oké, okay, let's go. Ik kan hier even eventueel helpen. Ik wil eigenlijk mijn super krijgen. Dat zou chill zijn. Kan ik misschien nog Blomboy hier eens doen? Dat kan ik inderdaad. Ik wil eigenlijk even op Rensboy mijn super halen. Als ik eenmaal mijn super heb, dan ben ik echt heel sterk. Oké, okay, Rensboy, ga je hierheen. Dan mag je hier wel even hits doen. En dan mag je nog een hit doen. En dat chillen is natuurlijk ook dat de rest ook de super hierop kan halen. Doe nog even 1 hit. Als jij ook nog een hit doet, oké, top. Dan hebben we nu een super. Dan kunnen we misschien nu volop in de apelkaar gaan. Eens kijken of dit gaat werken. Lowboy, wat gaat die doen? Er zijn hier best wel wat bees. Ik ga even naar de andere kant. Want volgens mij zijn daar wat minder bees. Want hier waren er 3 in totaal. Zou ik het risico nemen en gewoon die jump maken? Oeh, daar was... Ja. Lekker. Oh, ik denk dat die Lou nu daar... Oh, nee! Huh? Byron heeft hem gewoon gekillt. Dat is chill. Ik moet trouwens 1 hit hebben. Kill ik jou dan niet meteen. Even 1 hit. Oké, hier. Rensboy. Ja, top. En dan staan we er goed voor. Als oude knokken zouden we dit nu kunnen winnen. Er zijn onder nog 3 bees. En wij zijn volgens mij met 5 over. Het zou wel ziek zijn als dit gaat lukken. Zou ik hier mijn super neerzetten? Nu nog niet. Ik ga nu hier mijn super neerzetten. Boom. Oh, nu moet ik even uitkijken. En dan hier een hit. En die B die is nu dood. Ah, ik ga ook dood. Maar we gaan wel winnen. Volgens mij. Hoe staan we er nu voor? Ik heb geen idee. Rensboy is er nog. En TTL Games. Is er nog 1 B? Ik denk het wel. Ja, oh, er was nog 1 Sandy. Nice! Oude knokkers hebben gewonnen. Dat is heel chill. En in de volgende map hebben we natuurlijk nog meer kans om te winnen. Dus we hebben net gewonnen als jonge knokkers. Maar we kunnen nu ook als oude knokkers winnen. Hier is echt...
Dynamike zo belachelijk overpowered. Maar ik weet het leuk gemaakt. Ik ga geen Dynamike. Ik ga Gil wezen. Met Gil kan je natuurlijk ook over muurtjes heen springen. Dus dat is ook wel leuk. Dynamike blijft gewoon de beste knokker hier. Maar ik ga gewoon even een potje met Gil. Ondertussen is één iemand geliefd. Dat is weer jammer. Oei, oei. Dan moeten we even een nieuw iemand zoeken. Maar dat gaat wel goed komen. Ik zie jullie weer als het volgende potje gaat beginnen. Yes, let's go. En dit potje moeten we als oude knokkers wel winnen. Dat kan gewoon niet anders. Met allemaal Dynamike. Ik zag trouwens dat iemand ook Byron had gekozen. Dus dat is op zich ook wel leuk. Dus we hebben niet alleen maar Dynamikes. We hebben volgens mij 3 Dyna's. En dan ben ik Gil. En wie wel? Luca, die is dan Byron. Dus dat is wel nice. Oké, ik heb mooi 2 krachtpunten. Dus chill. Ik heb geen idee waar alle jonge knokkers zijn. Ze hebben elkaar per ongeluk gekild. En daar moet je altijd heel erg voor uitkijken. Dat je niet per ongeluk elkaar... Want dan willen ze elkaar superladen. Maar dat werkt gewoon niet altijd. En was dit het al bijna? Was dit het al? Nee, 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 bijna. Moet even hier patatje proberen te killen. Patatje is al dood. Dan is er nog maar eentje. Dit is echt niet normaal. De oude knokken zijn zoveel beter in deze map. Maar dat komt gewoon puur door Dyna. Dat is echt... Het slaat helemaal nergens op. Oké, we doen hierna nog 1 game. En dat wordt dus de laatste. Eens kijken of ik nou trouwens nu nog hier kan winnen. Oeh, dat scheelt helemaal niks, die bom. We gaan hier even deze jump nemen. Gewoon even voor de lol kijken of ik kan winnen. Nee. En jump. Woehoe. Ja. Toch nog gewonnen met 53 AP. Dat is echt bizar weinig. Maar we doen nog 1 laatste ronde. En we hebben trouwens al gewonnen. Met de jongste knokken zijn we begonnen. En met de oudste knokken ook. Maar misschien dat we 3-0 kunnen krijgen. Dat zou helemaal nice zijn. Oké, de laatste game. Ik ben benieuwd of we deze dan ook kunnen winnen. We zijn nu met heel veel Byrons. En... Yo, ja, we zijn in totaal met 4 Byrons en 1 Dynamike. Dat is wel weer lijf. Oké, het zou mooi zijn als we deze kunnen winnen. Maar als je Dynamike tegen Byron doet... Nee, ik bedoel B tegen Byron. Dan weet ik niet wie nou beter is. Die Finn die moet wel uitkijken. Oh, als ik hem daar tussendoor... Ja. Hij heeft nu in ieder geval zijn shield weg. Dus dat scheelt. Dat is weer 1 B met een shield minder. En dat moet je eigenlijk proberen te fixen. Dat je gewoon langzamerhand die B zijn shield weghaalt. Dan hebben we een kans. Maar anders wordt het wel heel moeilijk. Ik denk dat Luca gekild gaat. Oh, dat scheelt helemaal niks. Ze killen elkaar bijna. Jullie moeten niet zo diehard elkaar super proberen te halen. Dat is eigenlijk zonde. Dat je moet... moet hier uitkijken. Want als je zo erg probeert je super te halen op die andere, dan ga je vroeg of laat elkaar killen. En dat moet je niet hebben. Maar tot nu toe gaan we wel lekker. Oké, dat is die gadget. Die moet ik weer even weghalen. Dat doen ze wel echt slim, man. Want daardoor word je in één keer eventjes vertraagd. Patatje. Het voordeel van patatjes is dat hij geen extra leven heeft. En één van die bees ook. Daar heb ik voor gezorgd dat hij zijn leven weg is. Maar ik weet niet meer wie dat nou precies was. Deze even weghalen. En dan patatje even weer hits doen. Top. Die is nu wel redelijk low. Kan hier even deze inzetten. Boom. Oh no. Oh, dat was niet patatje zelf. Dat was een kloon. Die Sanne. Ja, die heb ik. Oké, top. Er komt patatje aangerend. En nu moet ik uitkijken. Ik zal mijn gadget even aanzetten. Mag die patatje naar me toe lopen? Dan heb ik in ieder geval iets om mezelf te verdedigen. We gaan als een raket. Oh, net als ik dat zeg ga ik dood. Oei. Oké, Lowboy heeft zijn shield weg. Het is nu 3-2. Het zou ziek zijn als de Bees dit nog kunnen winnen. Maar ik denk het niet. Nee, Vig gaat dood en Bot gaat ook dood. Oké, dan hebben wij alles gewonnen met oude Knokkers. Ik dacht aan het begin van deze minigame dat de jonge Knokkers zouden winnen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De oude Knokkers hebben gewoon gewonnen. Dat is wel lijp. Want uiteindelijk hebben de oude Knokkers 4 potjes gewonnen en de jonge Knokkers 2 potjes. Dus ja, dan is het wel overduidelijk. Had ik om eerlijk te zijn niet verwacht. Maar dit was het voor deze minigame video. Als jullie hebben genoten, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl. En word lid van de Bouws Army. Let's go!